Je bent een presentatie aan het voorbereiden. En in de voorbereidingen vraag je een groepje collega's om even mee te luisteren en jou alvast feedback te geven. Hoe zorg je er dan voor dat de collega's jou feedback geven waar je echt mee verder kan? Dat leg ik je uit in deze video. Veel mensen vragen na hun presentatie aan hun collega's: en wat vonden jullie ervan? Het antwoord is dan vaak: goed, ja, prima. Maar is dat nou echt feedback waar jij mee verder kan? Ik denk van niet. Daarom raad ik je aan om deze drie vragen te stellen. De eerste: wat maakte je nieuwsgierig? Zo identificeer je waar je echt de aandacht trok en waar je luisteraars meer over zouden willen weten. Dus die delen wil je zeker in je pitch of presentatie houden. De tweede vraag: wat was er onduidelijk? Zo kom je erachter welke delen nog aanscherping nodig hebben, waar je het beter kan uitleggen of scherper kan verwoorden. En de derde vraag: wat vond je sterk? Op dat punt geven jouw collega's terug wat ze sterk vonden en wat je dus ook zeker moet behouden. Als je dat vergeet te vragen en achterwege laat, dan zie ik vaak gebeuren dat mensen aan hun verhaal beginnen te sleutelen en dat ook de goede stukken verloren gaan. Dus extra belangrijk om ook te vragen: wat vond je sterk? Dus met deze drie vragen: wat maakte je nieuwsgierig? Wat was er onduidelijk? En wat vond je sterk? Kom jij tot betere feedback. Ik wens je heel veel succes met het voorbereiden van jouw volgende presentatie.